Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een nieuwe aflevering van Kirby and the Forgotten Dreamland. Nee, dat is niet waar. And Return to Dreamland. Het is 7:50 in de ochtend, ja. Je bent geëxcuseerd. Sorry voor het geluid van mijn sleutels, maar die moet ik even kwijt. We gaan nog meer keer... Oh, ik moet heel eventjes naar de... wennen aan de knopjes. Maar, we gaan vandaag weer Kirby'en. Oh. Ik mis mijn Mario Bell. Ja. What the fuck? Er staat wind, hè? Ja, alleen... Nou ja, als jij naar boven gaat, dan... Ik carry je wel naar boven toe. Ja, kip carry. Eeuw. Speedy. Zo. Zo, wat hebben wij vandaag in petto? We hebben vandaag wolken in petto. En daar die de. Speedrun! Ja, ook weer zo agressief in de ochtend, meteen weer een kanon. Ja. There we go. Allemaal zo agressief. Kanonnen, gedoe. Ja. Paardjes. Ja, hij werkt nog, hè, dus En nu niet meer. Echt, het gaat veel te snel voor me. Ja. Maar ja, het moet ook snel, want ja, de enemy loopt al parallel. Maar ja. There we go. Woe. Want dan hebben we nog zo'n energiebol. We do be laughing games, you will. Okay. Ow. Dankjewel voor het take van de hit. Yay, mijn favo. Au. Ja. Zo. Go, 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 go. There we go. Oh. Draag me. Wow. Blijf daar maar staan. Weet je wat? Ik ga hier staan. Ja. Woe. En dan is nu de vraag, hoe krijg je dit voor elkaar zonder mensen? Ik denk dat deze onmogelijk is met één persoon. Dat denk ik ook, ja. Dat had ik helemaal maar gewoon zeggen van, weet je wat, had je maar vrienden moeten hebben. Ja. Geen vrienden? Ja. Voor mij is er ook de optie, als beide personen de game hebben, dat je het ook gewoon online kan doen. Ah. Maar ja, ik ben langzaam zeker ook steeds meer voor... Oké, lokaal co-op mooi, maar als je de optie hebt om het online te doen, à la een Dokapon of à la iets anders, dan ben ik ook gewoon van, weet je wat, doe maar gewoon. Ja, precies.
Want anders hadden wij Fortune Street nooit afgemaakt. Nee. Er moet echt gewoon nog een deel van komen. Ja. Toen ik in mijn standaard gameshop zeg maar over dope kon vragen, zeg maar. Ik heb hem wel online gekocht omdat het een korting was. Ja. Toen zei degene die, waarvan die game store is, zeg maar, die zei ook van dat hij dope gewoon echt een leuke game vond. Mm-hmm. Alleen dat het echt niet voor iedereen is, want een medewerker van hem zei ook wel van dat hij helemaal niks vond. Hij zei ook van ik hoop echt dat er nog een nieuwe Fortune Street komt ofzo. Ja, maar dat is het geinige. Als je Fortune Street niet kent, ken je waarschijnlijk Dokapon niet. Ken je Dokapon niet, ken je waarschijnlijk Fortune Street ook niet. Nee. Maar als je één van de twee kent, ken je ze alle twee. Ja, precies. Heel logisch. Maar ja, Dokapon is al aardig oud. Want het heeft ook al verschillende iteraties gehad, ook op de DS. Nou, mij lijkt het een drama om dat op de DS te doen. Maar ja, Fortune Street is echt een ding in Japan. Dus als je in Japan gaat zoeken, dan vind je waarschijnlijk genoeg Fortune Street. Maar ja, dan moet je wel kanji en katakana gaan leren lezen. Ja, en er is er maar eentje met Mario, toch? Mario, Final Fantasy. Je hebt aardig verschillende types, want daar is toch echt een... echt een craze. Qua franchise. Of qua spelmodus. En we vliegen door het kampvuur. Het kampvuur. Ja, als je zo kijkt naar de achtergrond wel, ja. Want kijk, alsof de wereld aan het vergaan is. Hé, hey, dat was niet. Nee, ik merk dat de bedoeling was. Dank je. Graag gedaan. Wat hebben wij nou weer hier? Hier hebben wij... Pijn en verdoemenis. Waarschijnlijk. Hier hebben we hier Kirby, de speedrun saga. Ja. Ja, sorry, als je zo makkelijk voor me ligt, dan pak ik hem ook. Nou. Meer pijn en verdoemenis? Vast wel. Hey, Jetpack Man, die wil je vast. Ja, dus even nog aan het controleren of alles nog goed klonk. Minibos? Hey, het is weer super bonkers. Tok, 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 tok. Wil jij dame? Dat is goed. Wat doe je ook alweer? Oh ja, megahamer. Het is megahamer en voordat de animatie triggert, kan je naar boven en naar beneden gaan en wordt je hamer steeds groter. Ja. Oh, wat doet die animatie langs, hè? Mm. Wacht, hoe wordt die groter? Je krijgt heel kort een uitleg en dan zie je dat je bovenonder die dingen moet doen. Dus dan moet je heel snel die knoppencombinatie langs gaan. Oh.
mensen, die animatie. Ja. Of is niks. Komt hier niet. Ah, toch wel. Kom gewoon hier. Whee! Oké. Okay. Ik zie echt niet welke combinatie dat is hoor. Dat is veel te snel. Je kunt veel instellingen stil om de hoorbaarheid van het geluid te verbeteren. Nou en? Dat is zeer belangrijke informatie. Dankjewel Siri. Oh, wat? En daar ging mijn Mac. Ja. We houden jou nog in beeld. Hier is ook een deur, fuck it. Oh. You. Kort maar krachtig. Precies. En daar houden we van. Des te verder we in de game komen, des te minder enemies we verslaan. Yeah. Speedrunners zijn wij. Ja. Ja, maar bij sommigen heb je ook dat je je hele beeld kapot maakt, zeg maar. Dus dan gaan we wel veel enemies aan. Mm-hmm. Samurai Kirby. Nou, level 5. Waarom dan dit stukje? Al dan gewoon meteen hier begonnen het level. Nou, kies maar, wat wil je? Oeh, die wil ik. Zeker aan het handen met een doos. Oké, okay, boss fight. Volgende boss fight? Nee. Oh ja, want dan kan je met het zwaarte kapot maken. Wauw. Dat zou ik wel willen winnen. Ja. Oh, ik had heel veel boss fights achter elkaar gedacht. Ja, ik ook, maar ik denk dat het eerlijk gezegd nog wel gaat gebeuren. Ja. Kijk maar. Steenboy. Nou, Megalok komt al langs, hè? Hier. Ja. Ga met rust. Hij moet ook precies jou hebben, hè? Weet je wat? Jij denkt dat er nu meer zo'n mini-go moet zeker. Ik zie het wel gebeuren, ja. Voorspelbaar. Dit is wel een leuk level zo met die bossen achter. Mm-hmm. Nou, die had je al. Nou, dan is het nu tijd voor de volgende. Wat is de volgende? Oh, water.
enige nadeel wel is, deze doet gewoon niet heel veel damage aan enemies. Moeten we waarschijnlijk vuur gaan doven? Ja. Ja. Dit zijn de moeilijkste puzzels in de hele game volgens mij. Ja. Kill de enemy, neem de kracht over en doe de puzzel. Kom, had je niet gewonnen? Nee. Oeh, die hebben we niet van. Oh, UFO. Wat geeft die? UFO. Oh. Daar krijg jij UFO. Oh, oké, okay. UFO tijd. Oh, vonk. Wat flauw, ik hoorde UFO. Ik weet niet eens meer of UFO dan in deze game zit. Wat heb ik dit? Nee. Ja, gooi maar eens. Nee. Ik zou dus zeggen dat jouw power ik daar wel niet kunnen helpen. Ja. Maar je ziet wel, de range is er niet. En ik dacht, oké, misschien een bliksemstraal, maar ik ga er niet doorheen. Oh wel. Moeilijk! Nou, dat was een heel lang level 5. Jij hebt hem nu steeds meer onder de knie. Ja, als je hem eenmaal in de gaten hebt wel, ja. Maar ja, dit is het einde van de game zowat, dus... Ja, dan is het niet zo heel moeilijk. Bos? Ja, dat ziet er wat bosig uit. Ja, ik vind het er aardig bazig uitzien. Ja. Waarschijnlijk is het de fight tegen een wolk. Kom hier, Milan, kom hier. Oké. Okay. Heel veel keus. Ik wil eigenlijk degene die ik al heb. Nee. Dan neem ik maar mooi mekka. Dan gaan we helemaal naar boven, gaan we helemaal naar beneden toe. Gewoon even showen dat we om het heen kunnen. Want het was zo'n lange trip naar boven, hè. Nou, kom maar op. Oh. Natuurlijk gaat het niet zo makkelijk. Nou, ik wou al zeggen. Hey, hebben we onze grote vriend weer. Ah, toek. Uit de laatste, die kom je, hè? Echt. Jong. Opperste concentratie, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Alleen maar bezig spammen. Ja, we zijn eigenlijk alleen maar aan het bezig spammen, ja. Maar soms heb je dat een beetje. Dus constant. Nou, fase 2, let's go. Vals gespeeld.
Oh, wacht even. Die moet je pakken, ja. Shit. Chaka. Net. Ja. Wat grappig, twee fases. Bijna. Wat? Ja. En chaka. Ja, even nog alles watervariant laten zien, ja. Natuurlijk. Moeilijk! Mine. Goed, we hebben het vlag, of hoe noem je dat ding? Het zeil. Nou, ben benieuwd waar we nu terechtkomen. De hel. Wat? Ja, heb je gezien waar we overal naartoe zijn geweest? Vrolijk, kleurrijk. Ja, er blijft een mening over de hel. Nou, krijgen we weer een cutscene. Ja, maar zo'n klein zeiltje is ook genoeg voor zo'n schip, ja. Zeker, zeker. Nou, nu laat je even alles zien. Heb je alles verzameld? Ja. Nou. Stort nog steeds te naden, maar dat maakt niet uit. Nee, het was alleen de eerste zin. Ja, ik wil echt. Je bent net de huidige voice actors voor Nintendo. Ja, we doen alleen maar of de eerste zin of de eerste paar woorden, dan stoppen we ermee. Precies. Alcandra. Oké. Okay. Nog een cutscene. Ja, Mr. Cutscene met een C of cutscene met een K? Allebei. Het is een cutscene. Dit is een cutscene. Ja, het is een cutscene. C of CK. Huh? Net zoals met baantje. Ja. Kok, COCK. Een cutscene. COCK. Wow. Wow, het is echt de hel. Ja. Dat wist jij. Ja. Is dat de eindbos? Jij denkt dat de eindbos is? Geen idee. Oké. Okay. Nou, we hebben net gerepareerd en is hij weer beschadigd. Ja, een beetje jammer dus. Het ziet er wel uit als een soort van eindbos. Eindbos. Oké. Okay. Nou. Heel druk bezig geweest om alles te repareren. Heel druk bezig geweest om alles voor elkaar te krijgen. En jou, ja, dat hebben we net gezien, ja, duidelijk. Volgens mij was die rode, maar oké. Okay. Ja. Dit is de shiny variant. Ja. Ja, we spelen ook op shiny sprites, dus we moeten ook die shiny variant vinden. Ja, tuurlijk. Nou, schiet op met je filmpje. Oh, jullie gaan me helpen. Oh, dankjewel. Nou, hier heb je een gigantische grote draak die schepen kan verwoesten. Succes. Zoekt u het, ja. Maar ik denk dat we dat in de volgende aflevering doen, of niet? Dat lijkt me een goed idee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi even te checken in de beschrijving. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.